babes, welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Leila en in deze video laat ik jullie zien hoe ik deze look heb gecreëerd. Speciaal voor de herfst. En mocht je dit soort video's leuk vinden, vergeet dan vooral niet te abonneren op mijn kanaal. En mocht je deze video leuk vinden, vergeet dan vooral niet om een like achter te laten. Laten we gelijk beginnen met de video. We gaan als eerst beginnen met een dagcreme. En de dagcreme die ik ga gebruiken is die van Charlotte Tilbury. Dit is de Magic Cream. En ze heeft wel een bepaalde manier hoe ze hem opsmeert bij haar modellen. Maar ik vind dat niet echt nodig. Nu. Maar ik heb deze dus echt net gekocht. Ik ben er super blij mee. Je krijgt er wel best wel een glanzend gezicht van. Dus het kan zijn dat jij het misschien een beetje te vindt. Maar ik hou wel van die glowy gezonde look. Over op primer. Ik hou heel veel van de Professional van Benefit. Die ga ik op mijn neus zeg maar aanbrengen. Ja, vooral op mijn T-zone. En dan krijg je zo'n instant smooth effect van. Ik vind het trouwens echt lastig om zeg maar een soort van get ready video met te maken terwijl ik praat. Want mijn familie kan echt niet rustig zijn. Ik hoor nu nog steeds op de achtergrond tv. Dus ik ga zo meteen tegen iemand flippen die de tv heeft aangezet. Terwijl ik heb gezegd dat ik ga filmen. En dan ga ik over op mijn wenkbrauwen. Ik ben iemand die echt mijn foundation en concealer later pas doet. Dus ik ga eerst over op wenkbrauwen en ogen. En dat is omdat ik gewoon te veel op mijn gezicht en op mijn gezicht zit. Dus ik wil niet zeg maar mijn foundation en poeder en weet ik veel allemaal verpesten. Plus door oogschaduw krijg je fallout. En Ultra Fine Brow Defining Pencil gebruiken. En deze is heel fijn, want het heeft echt een hele dunne punt. Waarmee je gewoon mooi je wenkbrauw kan inkleuren. Ik krijg het heel vaak de vraag hoe mijn wenkbrauwen dus uitzien zonder make-up. Dat is dus zo. Omdat ik natuurlijk bij Rouge ben geweest. Als we dat hebben gedaan, gaan we over op wenkbrauwpoeder. De Foolproof Brow Powder van Benefit. Het is trouwens vandaag National Brow Day. Dus mijn wenkbrauw moet vandaag extra flaky. Wat ik eigenlijk doe, wacht, ik ga hem even laten zien. Is die lichte kleur op het begin van mijn wenkbrauw en die donker op het eind. Gewoon zoals in de verpakking. Dus dat is lekker makkelijk. Anastasia Brow Gel nu. Om mijn wenkbrauwen te fixen. En dit zorgt er weer voor dat het weer op haren lijken. En niet op gepoederde wenkbrauwen. Daarna pak ik de Multi-Use Sculpting Concealer van Too Faced. En ik vind deze echt super fijn om als oogschaduwbasis. En ik gebruik een concealerkwast. Deze is van MAC. En dit breng ik aan over mijn hele ooglid. Zo. Kijk hoe donker boven mijn oog is. En ik heb dit ook heel vaak gewoon zo. En dan doe ik wimpers op. En dan denken mensen dat ik bruine oogschaduw op heb. Maar zo zijn mijn ogen gewoon. Ik ga heel vaak de vraag of ik zeg maar deze oogschaduw bij mensen wil aanbrengen. Dat is echt grappig. Als ik bijvoorbeeld iemand aan het opmaken ben. Dan zeg ik, ja, wat voor ooglook wil je? Ja, een beetje wat jij hebt. En dan zeg ik, ja, maar wat bedoel je dan? Ja, gewoon die bruine kleur op je ogen. Dat vind ik wel mooi. Oh, maar dat is geen bruine kleur. Dat is gewoon vermoeidheid. Nee, dat is niet waar. Het is geen vermoeidheid. Ik heb dat gewoon altijd. Ik heb gewoon zo'n meer pigmentatie op mijn oog of zo. Maar ik heb het ook onder mijn oog, zoals jullie zien. Dat is wel minder. Maar ja. Dus ik ga gewoon even poeder eroverheen aanbrengen. En dat is natuurlijk Laura Mercier Translucent. Mochten jullie het trouwens leuk vinden. Ik heb natuurlijk ook mijn Beauty Academy, waar ik dus lesgeef. Daar ga je ook alles leren. Maar ook voor jezelf. Gewoon live met begeleiding van mij. Maar je leert ook, als je wilt, make-up op anderen. Om visagist te worden. Dus
Mocht je dat willen, moet je kijken op www.leilaamini.com. En daar staan dan ook alle prijzen. Maar mocht je iets specifieks willen, iets specifiek willen leren, kun je altijd gewoon een DM sturen op Instagram. Of op Snapchat. Het is allemaal It's Leila Amini. Super makkelijk. Ik kan me gewoon makkelijk vinden. En ja, ik heb binnenkort wel een masterclass op 13 oktober. En daar geef ik dus, ja, laat ik eigenlijk twee looks zien. Dus een simpel glam look en een avond glam look. En het is voor iedereen. Beginners, voor mensen die al fysicist zijn die nieuwe dingen willen leren. En voor beginners als je, want ik leer echt alles van begin tot eind. Dus je weet gewoon hoe je twee complete looks kan opbouwen. En het fijne is, je kan een biljoen video's kijken op YouTube. Maar ja, als ik er gewoon bij ben, kan ik je ook gewoon helpen. Dus mocht je dat leuk vinden, kun je ook gewoon op de website kijken. Even kijken. Ik ga nu verder met oogschaduw. Ik ga de Soft Glam Palette pakken van Anastasia. Dat is Burnt Orange. Ik ga trouwens echt hem op die, zoals jullie zien. Ik moet deze echt even een keer apart bestellen. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. En naar binnen toe. Ik gebruik trouwens de Sigma E35. Voor deze herfstlook. Gaan we alles lekker mat houden. Behalve ons gezicht. Maar qua ogen houden we alles lekker mat. Zo, en de volgende kleur is de Huda Beauty Warm Brown Obsessions. En dan ga ik die onderste kleur pakken. Onderste middelste kleur pakken met dezelfde kwast. En afkloppen. En die gaan we ook in de arcadeboog aanbrengen. Deze blend ik niet te ver naar boven. En daarna gaan we over op weer terug naar de Soft Glam Palette. En dan ga ik de kleur Mulberry pakken. Dus die donkere kleur. Goed aftikken. En weer een arcadeboog, maar dan nog iets dichter tegen het ooglid aan. Zal ik er straks wat lenzen in doen? Of niet? Nog meer Mulberry aanbrengen. Maar dan wat intenser. Dus echt op mijn ooglid. En dan ga ik weer terug met blenden. Dus blenden is echt heel, 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 heel belangrijk bij deze look. We gaan wel wimpers opdoen. Ik ben wel echt van de wimpers. Ik draag elke dag wimpers. Maar mocht je gewoon lekker lange wimpers hebben van jezelf, dan kun je gewoon mascara gebruiken. Ik ga een laagje mascara aanbrengen voordat ik wimpers op ga doen. Dit is de Bang mascara van Benefit. Belangrijk dat ze zwart zijn en dat ze een beetje omhoog staan. Zodat ze straks goed mengen met mijn wimpers. Ik ga nu Blacks van Collection wimpers opdoen. Deze kun je gewoon bestellen op bol.com. Dan krijg je het de volgende dag al in huis. Of op blacksvancollection.com. Maar goed, ik zal alles gewoon in de beschrijving zetten. En ik ga de Kate lashes opdoen. Die zien er zo uit. Kijk hoe mooi. Ik heb deze trouwens al 8 keer opgehaald ofzo. Maar die wimpers kun je ook 25 keer haar gebruiken. Dus dat is super chill. En ik gebruik daarbij duo lijm. En dit is de met de roze. Deze droogt zwart op. Maar mocht je niet zo goed zijn met wimpers plakken, dan zou ik niet deze gebruiken. Want als je vlekken maakt, dan zie je dat. Zo, nu gaan we over op foundation. En de foundation die ik ga gebruiken is de Magic Foundation van Charlotte Tilbury. Deze heb ik natuurlijk ook net gekocht. Ik vond hem super mooi op mijn huid. Alleen ik had hem eigenlijk een tintje donkerder gepakt. Maar mevrouw van de counter zei van ik zal hem wat lichter nemen voor jou. Waar ik best wel verbaasd over ben. Want meestal als ze een meisje van een buitenlandse afkomst zien, pakken ze vaak wel best wel een donkere kleur. Ze was trouwens een hele leuke vrouw. En dat was in Rotterdam. Ik begin met een dun laagje. Kijk, hij ziet er best wel licht uit, hè?
Maar goed, ik kan hem nog opbronzen. En volgens mij gaat hij ook nog oxideren, waardoor dit dus wat donkerder wordt. Nou jongens, ik heb lekker een spook. Of denk ik dat alleen? Nou goed. Nou jongens. Nee, we gaan het fixen. In het echt is die mooi. Maar op mijn, met de lampen lijkt die echt heel licht. Dus ik ga de Hoola Quick Contour Stick pakken. En dan ga ik gewoon eventjes een beetje contouren. Zo. Ga ik dezelfde concealer gebruiken als net. Van Too Faced. De concealer is nog een beetje donkerder zelfs. Ik hou trouwens echt van concealer, dus schrik niet mensen. Ik doe volgens mij zelfs meer concealer op dan überhaupt foundation. Ik heb mijn Beauty Blender even goed nat gemaakt. En dan ga ik alles lekker uitblenden. Concealer vind ik trouwens echt een dingetje die bijna geen één merk goed doet. Maar goed, ik heb natuurlijk sowieso strepen onder mijn ogen. Ik heb best wel pigmentatie onder mijn ogen. Dus voor mij is het best lastig om een goede concealer te vinden. Ik ga nog een beetje light medium tart shape tape aanbrengen onder mijn ogen. Omdat ik die toch echt heel mooi vind. Laura Mercier poeder. Zetten. Ook blijf ik me ook wel springen aan op de rest van mijn gezicht. En dan ga ik dezelfde kleuren als net onder mijn ogen aanbrengen. Nog ga ik gelijk mijn wimpers even krullen. Dit is de Tarte wimpercrawler. Oh, zoveel beter. Of zal ik lenzen in doen of niet? Dat is wel leuk eigenlijk, met deze look. I don't know guys. Het zijn trouwens Alice lenses. Ik zal het in de beschrijving zetten welke het zijn. En dat is gewoon van een meisje uit Nederland. En ik vind deze zo mooi. En ik hou helemaal niet meer van lenzen, maar deze vind ik echt mooi. Ik ga de Shade & Light palette gebruiken. Voor contours van Kat Von D. Met een Morphe E4 kwast. En ik gebruik deze twee. Ik gebruik altijd deze twee kleuren. Zoals je kunt zien. Voor mijn neus. Ik gebruik die middelste kleur. Met een kleine kwast. En de blush die ik op ga doen is de Charlotte Tilbury First Love blush. Die ziet er zo uit. Hij vindt het echt nog zoveel mooier dan op camera. En ik heb toch een nieuwe camera en alles erop en eraan. En ik vind het echt altijd veel mooier. Mijn geheugen is het vol, dus ik heb even een nieuw kaartje erin gestaan. Ik ga nu highlighter op doen. Ik ga de Dose of Colors Desi X Katie Mira mee opdoen. Op het hoogste puntje van mijn wangen. Of je kwinderen. Ik ook aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. En op mijn neusbrug.
een heel klein beetje op het puntje van mijn neus. Het Girl Bang van Benefit. Voor de lippen ga ik gebruiken Laura Mercier Chestnut. Dat was een tijdje echt mijn favoriete lipliner. En ik kreeg zo vaak op Snapchat vragen over wat ik op mijn lippen had. En dat was gewoon altijd dit. En soms met een gloss erover en soms gewoon ook zonder gloss. Nude gloss eroverheen doen van Gerard Cosmetics. Doe ik nog een beetje Kinda Sexy lipstick overheen. Van MAC. En ik ga afsluiten met de NYX Matte Fixing Spray. Nou, dit is dan het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te zien en dat jullie het leerzaam vonden. En vergeet niet om een leuke comment achter te laten. En ik hoop jullie te zien op mijn volgende video. Dankjewel voor het kijken. Bye.